Catharinahof in Grave. Een plek waar heel veel oudere mensen wonen. Maar nu moet u niet denken van die mensen zitten de hele dag achter de geraniums, want zo is het niet hoor. Net als nu is er een hele leuke Catharina-ronde. 4 dagen lang lopen allerlei mensen of te voet of in een rolstoel een rondje door Grave. En ook vandaag doen zeker 100 mensen mee. Een leuke route uitgezet naar de brandweer, naar de kermis. Nou, met zo'n prachtig weer, dat is toch genieten. Wij lopen een dagje mee. En dan komt u daar van de kant. Hè? Ja, wat er allemaal op, hè? Ja. Ja. Zo. Van de weg. Hallo. Hey. Hey. Bij de brandweer in Grave worden we hartstikke enthousiast ontvangen met koffie, een heerlijke soes. En dit is het moment om even te vragen wie hier allemaal is. Bijvoorbeeld, wie ben jij? Ik ben Fenna. Fenna, ben je ook mee aan het doen met de avondvierdaagse? Ja. En met wie ben jij hier vandaag? Met oma en oom.
oma heeft ook een meneer meegenomen, omdat opa lag al bed. Oké, okay. Oh, en dan neem je gewoon maar een andere meneer mee, dat kan gewoon. Ja. Ja, oké. Okay. En hoe vind je het? Ja, leuk. Ja? Ben je al vaker meegelopen? Nee, dat is echt de eerste keer, maar wel met een andere vierdaagse. Oké, okay. Nou, super, geniet ervan nog even, hè? Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Dan sta ik hier ook bij een paar dames, bij mevrouw Nelly en bij mevrouw Dien. Hoe vindt u het? Druk. Druk. De eerste keer dat u meedoet? Ja. Ja? Ja. En u mevrouw? Ik heb er vaker meegedaan. Ja. En dat is altijd heel gezellig. Ja. Maar u loopt niet zelf? Nee. Daar ben ik veel te oud voor. Oké, okay, u laat u lekker rollen. Zo is dat maar net. Nou. Dat we die kans krijgen, aanpakken. Precies. Nou, heerlijk. Nou, en hier ook een paar mensen die heel enthousiast met leuke roze slingers lopen. Ja, tuurlijk. De roze dag. De roze dag is vandaag. De roze dag vandaag. Ja. De roze donderdag. Donderdag. De donderdag. De roze donderdag. Ja, dat nog goed te bereiken staan. Ja, daar gaan we nog goed bij ons. Nou, heel goed. Ik zie geen rolstoel. Loopt u zelf? Ja, ik heb altijd in een rolstoel gezeten. Maar nou, sinds 2 jaar loop ik zelf. Ik heb 20 jaar in de rolstoel gezeten. En nu zelf? Een of ander wonder gebeurt. Ja, een klein wondertje. Ja, echt een applaus. Helemaal goed. En dus u loopt ook echt 4 dagen? 4 dagen lopen we mee, ja. Alle dagen. Hartstikke goed. Ja. En niet stiekem een bochtje afsnijden hier en daar. Dat doen we wel. Dat is heel goed. Nou, veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Hè. Dankjewel. Ja. U loopt ook zelf, hè? Ik loop heel veel zelf, ja. Heel veel traplopen en zo. En ja. Ik zit op 3 hoog. En dat vind ik hartstikke leuk ook. En de mensen hier ook. Ja. En dan vragen ze iedere keer, ja, zo kom je ook. Ja, dat is goed. En heeft u wel vaker meegelopen? Nou, vorig jaar heb ik wel meegelopen. Klopt, de eerste keer geloof ik. Ja. En nou voor de tweede keer. Nou, hartstikke goed. Dus u heeft heel wat kilometers in de benen. Ja, ook nog. Maar ik doe altijd van tevoren, weet je wel. Loop ik dan en zo. Ja. En dan kan ik meer lopen. Kijk, en aan alles komt een eind, ook aan deze mooie tocht. Dankzij de oliebollenboer hier hebben we genoten van een lekkere oliebol. Nu terug naar Catharinahof voor nog een afsluitend drankje. En ik zou zeggen, het was hier top.